Vandaag bekijken we de Sony X90C, de platste LCD-televisie ooit. Deze zeer opvallende UHD-televisie is aan de bovenkant slechts 4,9 mm dik. En we konden hem aan het begin van het jaar op de CES in Las Vegas al even bewonderen. We waren toen zeer te spreken over dit mooie ontwerp. En ook wist het besturingssysteem, Android TV, indruk te maken. We hebben de 65-inch versie bekeken, die op dit moment voor zo'n 3300 euro te koop is. En er is ook een kleinere variant en die kost op dit moment ongeveer 2200 euro. De hoge aanschafprijs en het mooie uiterlijk scheppen hoge verwachtingen. Maar helaas viel deze televisie ons tijdens het testen behoorlijk tegen. Het uiterlijk van de X90C is wat ons betreft een groot pluspunt. Door de smalle bezels en de simpel vormgegeven pootjes aan de zijkanten heeft deze televisie een zeer strak uiterlijk. Aan de bovenkant is hij, zoals gezegd, slechts 4,9 mm dik en dat is platter dan verreweg de meeste smartphones. Omdat er ook nog ruimte nodig was voor aanstuurelektronica en de luidsprekers, is de behuizing onderaan minder plat, maar met 4 cm nog altijd niet dik en platter dan alle andere televisies. Als je de X90C aan de muur hangt, komt de achterkant strak tegen de muur aan te hangen, waardoor het scherm op slechts 4 cm van de muur uitkomt. Sony levert hiervoor een speciale muurbeugel mee die aan de achterkant in het dikkere gedeelte gestoken moet worden. Door de strakke muurmontage is dit misschien wel de mooiste televisie voor aan de muur ooit. Het is wel een beetje jammer dat sommige aansluitingen, waaronder de netwerkaansluiting, recht naar achteren zijn gemonteerd, waardoor ze onbereikbaar zijn als je de televisie aan de muur hangt. Gelukkig zijn de meeste aansluitingen onder een hoek achter een klepje gemonteerd. Daardoor zijn ze wel goed bereikbaar. De X90C draait op Android TV van Google. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Android Lollipop en het aantal apps dat ervoor beschikbaar is, is nu al groot. Apps toevoegen kan via de Play Store, maar het is ook mogelijk om apps te sideloaden. Je kan gamecontrollers aansluiten via Bluetooth of USB, maar helaas valt de performance van de dual-core MediaShock nogal tegen, waardoor je bij het spelen van Android-games vaak met lage framerates te maken krijgt. We vinden het onbegrijpelijk dat Sony niet voor een wat betere sock heeft gekozen. Gezien de hoge prijs van de X90C zou je een veel betere verwachten. Je krijgt twee afstandsbedieningen bij de X90C, een gewone infrarood afstandsbediening en een touchpad remote met een ingebouwde microfoon. Deze microfoon kun je gebruiken voor zoekopdrachten door middel van spraak. En dat werkt erg goed en het scheelt je heel veel tikwerk op een onscreen toetsenbord als je bijvoorbeeld een YouTube filmpje opzoekt. Bij normaal televisie kijken vinden we de touchpad controller minder handig omdat er erg weinig toetsen op zitten. Zo kan je bijvoorbeeld geen kanaalnummers mee intoetsen en ben je voor veel zaken aangewezen op menus. De gewone afstandsbediening vinden wij eigenlijk veel prettiger werken en het liefste hadden we dan ook één afstandsbediening gehad met veel knoppen en een microfoon. Qua beeldkwaliteit valt de X90C ons tegen. Sony heeft duidelijk concessies gedaan om de televisie zo plat te kunnen maken. Zo is deze televisie uitgerust met een IPS beeldpaneel in plaats van een VA paneel, waardoor de zwartwaarden nogal tegenvallen. Hierdoor heeft het paneel een laag contrast van ongeveer 900 staat tot 1. En ook valt de uniformiteit van de backlight tegen. Het beeld is bovenaan duidelijk wat donkerder dan onderaan. Ook de kleurweergave zo uit de doos hoort niet bij een televisie in deze prijsklasse. Overigens is de kleurweergave met de kalibratie zo goed als perfect te krijgen. De maximale helderheid is hoog, waardoor het beeld er in een fel verlichte ruimte wel goed uitziet. Toch is de tegenvallende beeldkwaliteit niet het grootste probleem van deze televisie, want dat is de kwaliteit van de software. Die is op dit moment nog niet goed genoeg. De televisie reageert vaak traag en er zitten veel bugs in de software. Ook is het onmogelijk om met de meegeleverde mediaspeler soepel een film af te spelen en het is nog niet mogelijk om een programma op te nemen op de aangesloten harde schijf. Na de laatste update stopte de ingebouwde castfunctie ermee en ook zijn er de nodige problemen met HDMI, waardoor CEC en ARC vaak niet goed werkt. En ook zijn er HDCP-problemen, waardoor het soms niet lukt om een beeld te krijgen op een console. De X90C is een hele mooie televisie om aan de muur te hangen.
De beeldkwaliteit valt helaas tegen en past niet bij een tv in deze prijsklasse. Wel is deze televisie geschikt voor mensen die altijd in een fel verlichte ruimte kijken, want de maximale helderheid is prima. Android TV is een veelbelovend besturingssysteem voor televisies, maar de vele bugs en de trage respons gooien op dit moment roet in het eten. Sony is hard bezig om de problemen op te lossen, maar de snelheid waarmee dat gaat, houdt voorlopig nog te wensen over. Mocht je deze televisie vanwege het prachtige uiterlijk willen kopen, houd dan het forum goed in de gaten, want door de vele bugs is deze televisie voorlopig geen aanrader.